Ik heb begrepen, dit is jouw geboorte. Nou, niet je geboortehuis, je jeugdhuis. Dat klopt. Nummer 14, voor mij het belangrijkste huis uit deze straat, uit de Beekstraat. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, 21 jaar heb ik hier mijn jaren doorgebracht. Groot geworden, wijs geworden. Leuk. Ik ben geboren in het huis wat nu Houtrijk heet. Daar heb ik 5 jaar gewoond. Heette dat altijd Houtrijk of heette dat... Nou, nee. Dat was meer de woning van de arts die daar woonde. Dat Houtrijk was, maar het heet dus nu Houtrijk. En de man die daar woonde, of wij woonden dus daar. En diegene die hier woonde, die hebben geruild. En mijn vader heeft het huis toen hier gekocht. En even later dit magazijn gebouwd, wat wij dus noemden het pakhuis. Mijn vader had een zaak in de veevoeders. Veevoeders, ja. Voor de varkens en de kippen en de koeien en de paarden en zo. En daar heb je ook veel bij moeten helpen? Dat was heel gebruikelijk. En we moesten thuis mee helpen. Dat is in de 50er, 60er jaren. Ja, middenstands gezin. Ja. Iedereen die deed mee. Van de vroege ochtend tot de late avond, om het zo maar te zeggen. En later is... laat ik eerst dit zeggen. De mensen hier in Nuenen, de burgers, iedereen die had wel een paar kippen of een varken. Ja. Met andere woorden, er was genoeg omzet te halen. Ja. Later is het... Een boerse dorp. Ja, zeker. Ja. Ja. Later is dat helemaal veranderd. De kleine boeren die werden groot, er kwamen silo's. Dus het kleinere... verspreiden en het uitleveren van die veevoerders, dat ging over. Yeah. En mijn vader is er overgeschakeld op houthandel. Doe het zelf zaak. Wat kwam eraan hè, in de 60-70 jaren? Ja, er was heel veel vraag naar materialen. Ja. Zeker in de jaren na de oorlog was nauwelijks iets te krijgen aan onderdelen. En voor de materialen om je huis te verbouwen. En in de jaren 60 begon dat een beetje vorm te krijgen. En dat heeft een behoorlijk sprong gemaakt. Ja. En dat heeft hij eigenlijk gehad tot aan zijn dood toe. En jouw vader is overleden? Die is overleden. In 1983 is hij overleden. Ja. Ja. En tot aan zijn dood toe heeft hij zich met de zaak bezig gehouden. Ja. Het was niet alleen zijn zaak, maar het was zijn hele grote hobby. Ja. En dat had je in die jaren. Ja. Dat is er niet meer, dat kennen we niet meer. Nee. En het mooie ervan was, wij vonden het misschien minder mooi. Maar de zaak ging open, is morgens om 8 uur, want daar waren we op. Ja. En die ging dicht om 12 uur en dan ging in de bed. En dan ging zo maandags morgens tot zaterdagavond ging die gewoon door. Ja. En zondags was het de boekhouding en wat afrekenen. En dan begon de week weer maandags morgens vooraf aan. Over een werkcultuur gesproken. Ja. Peter, ik zie hier nou een mooie auto staan. Stond die er in jouw tijd ook? Nou, het is in ieder geval een hele fraaie auto, maar in onze tijd stonden er inderdaad andere auto's. Dat had mijn vader vervoermiddelen nodig om de vrachten weg te brengen. Dat waren de vrachtwagentjes en voor onszelf hadden we dan een luxe auto, wat heet. Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment, begin jaren 50, je praat dus een paar jaar vlak na de oorlog en dat was heel moeilijk om aan materiaal en aan spullen te komen. Ja. Dus hij zocht stad en land af en vond op een gegeven moment een of ander oude militaire truc. Volgens mij Engels, want de stuur zat nog aan de verkeerde kant. En die stond dan hier voor de deur geparkeerd. Er is een hele mooie foto van, die moet je maar eens bekijken. En je moet je voorstellen, dit was dus nu keurig verhard, maar dat was toen alleen maar zand en modder. De hele Beekstraat was zacht, hè? Jan, daar kan ik je verhalen van vertellen. Dat is zeker in de eind jaren 40, begin jaren 50,
was dit gewoon één grote modderpoel. Ja. En vooral als het geregend had en de boerenkarren met hun grote karrewielen die kwamen hierdoor. Nou, dan liep je tot dik over de enkels en de modder en de slijk. Dat ben je niet vergeten? Nee, helemaal niet. Nee. Dat staat me heel goed bij. En ja. Vooral toen is op een bepaald moment zijn er sintels gekomen. En daar werden vrachtwagens of vrachten. Sintels werden hier opgebracht. Die kwamen zo'n hele grote wals en dat werd allemaal plat gewalst. Nou, dat was dan even goed. Maar na verloop van tijd ging het weer regenen en er kwamen wat en een paar karren met die grote wielen erin en dan was het weer diepe sporen. Ja. En nou, wij speelden hier, wij waren aan het voetballen. We vielen regelmatig met onze knieën in de sintels, met onze ellebogen in de handen. Met gevolg dat ik nu nog wel de sporen kan zien op mijn knieën van de de zweren en zo die we overhielden als we weer eens een keer gevallen waren. Ja, Jan, even nog over die mooie sintelweg die wij hier hadden. Ja. Dat is natuurlijk een ramp, hè? Ja. Want op het moment dat die nog een keertje gewals was, was hij lekker hard. Maar daarna, als er regen kwam, dan kregen we de sporen. Ja, kan me daar niet bij voorstellen, ja. Ik heb nog de herinnering tegen de tijd dat ik mijn eerste heilige communie deed. Dat ik gewaarschuwd werd door mijn ouders van pas op met het vallen. Want anders dan heb je dadelijk op je communiefoto die zwerende knieën staan. Ja. Of die ellebogen die in het verband zitten. Let maar eens eventjes op, want dat is jammer. Nou, ik heb me dus weken in moeten houden. En als ik zie de foto die van die dag gemaakt is, dan is dat aardig gelukt. Prima. Dus ja. Valt er nog iets? Ja, we hebben in de jaren 56, 57, even uit mijn geheugen, hebben wij de verharding gekregen. Ook de riolering, maar die was er toen nog niet. De verharding, het eerste stuk is... zijn klinkers. Daarna is het asfalt geworden. Ja. En het was een verademing van... Dat kun je goed herinneren. Ja. Ik zeg, ja. De tijden die wij hebben moeten besteden om de vrachtwagens en de karren uit te graven, uit die vieze blubber, ja, dat wil je niet weten. Nee, afgezien van het feit dus dat het slecht was voor de gezondheid. Ja. Moet je voorstellen, als het heel mooi weer was, stofte die sintels, die kwamen van de steenoven. En dan kwam de gemeente met een sproeiwagen om het nat te houden. En wij zelf ook wel eens met de slang om het een beetje stof bij te krijgen. Ja, ja. Kun je niet meer voorstellen. Het zijn voor ons bijna middeleeuwse toestanden. Ja. Maar dan zijn we gelukkig in die jaren zijn we er vanaf gekomen. En de straat heeft daarna prima gefunctioneerd. En het is ook met een behoorlijk feest vanuit Mierlo. En nu samen is die straat geopend. Ja. Is voor mijn tijd, want ik heb het alleen maar zo meegemaakt. Ja, oké. Prima. Valt er nog iets over 18 en 20 te vertellen? Ja, behouden stand het feit dat het onze andere buren aan de andere kant waren. Er woonden eerst broer en zus van de Rijt. Eind jaren 40, begin jaren 50. Kan ik me herinneren, echte typische oude dorpsmensen, zwart gekleed. De man pruimde behoorlijk tabak, waardoor er regelmatig een boogje de straat overging. Ja, en zij, als ze alles op straat waren, in het mooie zwart gekleed met de witte poffermuts op. En dan gingen ze ter kerke, zoals dat heet. Ja. Daarna is de familie, even nadenken, familie Staals gekomen. Die hebben een aantal jaren daar gewoond en... later is de familie Kolen gaan wonen en die hebben tot voor kort daar gewoond en verder heb ik daar niet zoveel herinneringen aan, omdat ik op een gegeven moment ook het ouderlijk nest heb verlaten natuurlijk. Ja. Okay. Nummer 20, Peter, dat kan ik me herinneren, daar heb ik daarachter, heb ik ooit waarschijnlijk bij jouw vader dan timmerspul gekocht. Ja, dat is correct, Jan. Nummer 20 wil ik eerst zeggen, in onze tijd woonde daar de familie van Geelkerken, een arbeidsgezin met heel veel kinderen. Daar is later de familie Verschuren komen wonen. Later heeft mijn vader aan de achterkant
uitbouw. Ja, de uitrit die was hier op deze straat, die had toen nog helemaal geen naam. Dat was eigenlijk gewoon een zandweg, een smalle zandweg. Die liep naar de akkers toe, hè, letterlijk de akkers van de boeren die daar in zaten. De Nekker, zoals wij dat vroeger noemden, dat was ons speelterrein. Daar hebben wij met alle buurtjongens slootje gesprongen. Daar hebben we geschaatst op de sloten. Tailappen, zoals we dat heten. Dat was op het ijs wat net niet meer genoeg was te kijken of het hield. Daar hebben we visjes gevangen. Heel veel gewandeld naar de kerkhof en naar de pastoorsbos. Het was voor ons een beetje... Veel landelijke herinneringen. Ja, de grote speeltuin van mijn jeugd. Daar, we gaan naar de Nekker toe vanmiddag. Daar was en dan wisten we meteen wat er bedoeld. We trokken onze laarzen aan en overal. En dan gingen we erop uit. Ja, dat is een leuke, hele fijne herinnering. Ja.